vanuit Perron 21 Valkenburg Politiek. Met vandaag als gasten wethouder Jan Vermeer en het raadslid van het CDA Jacques Blom. We gaan praten over de naweeën van de kerstmarkt, het nieuwe uitstallingsbeleid en tweespalt binnen de CDA-fractie. Welkom wethouder Jan Vermeer, welkom raadslid Jacques Blom. Wethouder, ik heb de plank flink misgeslagen. Dat was uw biecht aan de raad in de afgelopen raadsvergadering. Dat is nogal wat, hè, als je zoiets in de biechtstoel moet vertellen. Hoe is dat nou gekomen? Nou, ik vond niet dat ik dat moest vertellen, maar we hebben een stuk cultureel programma aangebracht tijdens het kerststadperiode. En er was geen publieke belangstelling voor. Dus dat is een beslissing die wel geld gekost heeft en eigenlijk nauwelijks iets heeft opgeleverd. Hoeveel geld heeft gekost? Ik dacht dat 45.000 euro? Ja, waarvan de provincie de helft heeft betaald en de andere helft de gemeente. Ja. Wat vindt u daarvan, meneer Blom? Nou goed, dat is altijd met iets wat je dus doet. Of dat dan aanslaat, ja of nee, dat is altijd een afwachting. Het was hoog gegrepen. Het aanbod wat er was gewacht was geweldig. Ja, maar hebben we niet over. Ik vind ervan wat u ervan vindt dat het tekort is, dat de gemeente belastinggeld... Juist, dat is natuurlijk het ding. En ik zou het veel liever hebben gezien, en dat is ook mogelijk, dat er dus de lokale verenigingen eigenlijk die concerten zouden verzorgen. En dat hebben we bewezen na de kerst. Hebben we met Internos en Walron een concert gegeven. Maar en dat was wel rendabel en goed bezocht. Ja, maar hoe kan het nou zijn dat u zo kunt mistasten over de inhoud van het programma? Dat daar geen belangstelling voor is? Ik vind als je een misser maakt, moet je dat gewoon toegeven. Mm-hmm. En wij hebben dat geprobeerd, want we willen de kerstmarkt steeds vernieuwen. En dan gaat het niet over kwantiteit, het gaat over kwaliteit. En dat moet je met zorgvuldige stappen doen. En we wilden dat op het culturele vlak doen. En meneer Blom heeft gewoon gelijk. Dat moeten we in het vervolg gewoon in onze eigen omgeving zoeken. We hebben hier cultuur genoeg. Ja. Als raadslid heeft u natuurlijk wel de primaire taak om bestuur en deze wethouder te controleren. Vindt u ook niet dat u als raadslid daar een beetje tekort bent geschoten? Nou, dat lijkt me heel moeilijk om nu te zeggen van dat we daar tekort zijn geschoten. Daar zijn we niet tekort in geschoten, want dit is gedaan en achteraf is pas het probleem aan het licht gekomen en niet eerder. En ik kan niet van tevoren gaan controleren van, u geeft daar 45.000 euro aan uit. Ik zou het niet durven te zeggen, dat heeft geen levensvatbaarheid of dat wordt niet Nou is dat vastgesteld. Het heeft geen levensvatbaarheid. Heeft dat politiek nog consequenties dat gebeuren? Want het is toch, ik heb het verhaald, 45.000 belastinggeld. Dat zomaar eigenlijk een beetje op de balk is gekomen. Nou, daarvoor heb ik daarnet ook al gezegd. Als je het dus hier met de lokale verenigingen gaat doen. En hier zit muzikaal. Ja, maar ik vraag of het politiek consequenties kan hebben. Wordt zo'n wethouder nog ter verantwoording geroepen door u als CDA? Nee, in die zin niet. Maar voor hem een hak te gaan zetten niet. Maar wel in die zin van, hallo. Dit kan dus niet. Dus u gaat er dus wel nog in de raadsvergadering met de wethouder? Ja, we hebben het er al over gehad en we hebben het er ook over gehad. Jongens, wij zien meer in dat en dan zou het 10.000 kosten. En je helpt de verenigingen. Ze kunnen zichzelf... Ja, maar goed, dat heeft u al eens gezegd. Hè? Sowieso, die kerstmarkt staat sowieso wat onder druk. Hè? Dat is ook nog het fenomeen van de vleermuizen. Maakt u zich ongerust, wethouder, over de voorbestaande die kerstmarkt? Ja, ik maak me heel erg ongerust. In die zin, de vleermuizenproblematiek hoeven we niet uit te leggen. Mm-hmm. Iedereen weet wat er aan de hand is. Daarnaast gaat het over de veiligheids... eisen die zijn landelijk zijn die enorm opgeschroefd naar het bijvoorbeeld naar Haaksbergen. Mm-hmm. Ja. We hebben allemaal een brief van de minister gekregen om dat op dat aan te scherpen. Die is al wel dergelijk. Ja, zeker. Hoe anticipeert u erop? Hoe gaat u daarmee om? Nu is het dus zo dat de vleermuizenproblematiek, dat zijn allerlei maatregelen die er genomen moeten worden en die kosten geld. En de brandveiligheid, dat is een hele lastige. We hebben een paar keer ook zelf overleg gehad met de provinciale brandweercommandant.
Dus er moet meer gif komen. Maar niemand in de hele wereld heeft ervaring met, ja. Met de effecten van een brand in een grot. Ja. Maar per saldo, er zullen dus veel meer voorwaarden geschapen moeten worden. Die kosten geld, ja. Voor veiligheid en eventueel ja. voor aparte diersoorten. Ben u bereid om die ruimte te creëren, die financiële ruimte, de toekomst? Wettelijk kom je er niet onderuit. Kijk, want we hebben nu de nieuwe natuurbescherming. Nee, maar geef eens antwoord op de vraag. Ben u bereid om daar financiële ruimte voor te bieden? Ja, tot een bepaalde hoogte wel, want het zal er op een gegeven moment aan afhangen van hoe hoog dat bedrag gaat worden. En dan zullen we een afweging moeten maken, want je kunt niet ongelegitimeerd blijven daarin pompen. Want maar ja, goed, maar het wordt ons gewoon opgelegd. Ja, het wordt u opgelegd. Maar u hebt sowieso al wat moeite met het uitgavenbeleid van met name portefeuillehouder wethouder Van Beerbe. U hebt zich ook tegenstander verklaard van de 70.000 euro die aan de zeepkisterreis extra moet worden betaald om die hier te kunnen organiseren. Kunt u dat heel kort even toelichten? Nou, dat hebben we ook al in de raadsvergadering toegelicht waar het ons om gaat. En mijn persoonlijke punten komt er eigenlijk nog bij. Nee, wacht even, heel kort. Welke punten, waarom vind je dat het te veel geld is? Nou, ik vind voor de zeepkistenrace van de organisatie van Red Bull, die wordt daar met het verzoek om deze hier te houden, met zo'n concern, met een vermogen van 14 miljard, anders moeten om zijn. En dan zouden ze ons hebben moeten financieren. Een van uw argumenten. Een van uw argumenten. Ja. U hebt het over bezuinigingen gehad. In de tijd van bezuinigingen past het niet. Bovendien zegt je product is niet goed. Wethouder, wat vindt u van die argumenten die door het CDA zijn genoemd? Ik neem die beslissing als wethouder economie en wethouder grote evenementen. En ik heb Red Bull met open armen ontvangen. En ze hebben een hoger bedrag gevraagd. En dat doen ze omdat ze aan hun concern moeten laten zien dat de betrokken gemeente ook er iets voor over heeft om mee te doen aan zo'n evenement. Maar je hebt nog een argument. Nou, ik heb er eigenlijk drie. Dit is een kort optelsommetje. Ja. Wij weten uit ervaring dat in een weekend waarin zo'n evenement plaatsvindt in Valkenburg, in Valkenburg Centrum, dat brengt tussen de 50.000 en de 60.000 euro extra parkeergeld binnen, alleen al. We weten ook dat 20.000, 25.000 mensen gemiddeld 30 à 35 euro besteden in Valkenburg. Kortom, een enorme boost voor de horeca, voor het economisch gebeuren binnen. En ik heb er nog één. Ja. Dus rekenkundig kost het even niks. En de winst zit hem erin dat we een enorme media-aandacht krijgen voor Valkenburg. Meneer Blom, wat natuurlijk wel verbaasd is, is dat u binnen het CDA twee verschillende meningen loopt. Twee raadsleden, collega's stemmen ervoor, twee jaar tegen. Wat ik me nou afvraag, heb ik op het CDA gestemd? Welke groep moet ik nou gaan volgen? De fractie Blom of de fractie Knubbelenboei? Nou, kijk, het is toch mooi dat het mogelijk is om een ander standpunt in te nemen als mede-raadsleden. Maar kunt u zich voorstellen dat je als CDA of als kiezer niet meer weet waar je nu aan toe bent? Deze partij spreekt dus kennelijk niet met één mond naar buiten in de politiek. Nou, dit is een van de eerste keren dat dit bij ons heeft gespeeld. Ja, maar het speelt dus nu. En daar is niet een ruïnance onder elkaar, helemaal niet. Ja, maar wel het politieke verschil qua inzicht. Ja, dat hebben we nou bevochten. Ja, boze tongen beweren, dat zie je vaak gebeuren voor verkiezingen. En dan zou dat van de aanloop kunnen zijn naar een soort afscheiding. Nee. Nieuwe partij. Nee. Helemaal niet, daar is geen sprake van. Kunt u voorstellen dat het bestuur van uw vereniging zich ongerust maakt? Nee, want dat heeft zich daar niet over ongerust gemaakt. Respecteren ons standpunt. Nou, uitstallingsbeleid, wethouder. U wilt dat het allemaal wat fraaier, wat mooier wordt en wat meer kwaliteit in zich komt. En u hebt strenge regels neergezet. Ik word 1,5 meter hoog, 2 meter breed. En dat voor een liberale partij die dus tegen was is van allerlei regels. Kunt u dat een beetje toelichten? Ja, mijn antwoord zit al in uw vraag eigenlijk. De portefeuillehouder van het uitstallingbeleid, dat is de burgemeester. Ja. Die heeft dat... Liberaal geloof ik, hè? Nou, de vorige burgemeester is mee begonnen en dat is geen liberaal. Maar de burgemeester heeft dat heel strak aangezet, want hij wilde van de verrommeling af. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. We kennen een aantal uitstallingen en ondernemers, dat is me nogal wat er dan buiten staat. En ik ben me ermee gaan bemoeien. Ik ben geen portefeuillehouder, maar als liberaal, als man die toch aan de kant van de ondernemers wil staan,
ook als wethouder economie, ben ik me ertussen gaan gooien en ben me ermee gaan bemoeien. Ja, maar meneer Blom, niet iedereen is daar gelukkig mee. De souvenirshops, de groenteboer wel en de bloem is, want er geldt er niet voor, vinden het maar niks. Nou, ik heb daar ook mijn eigen mening over. Welke is dat dan? En luister. Mag ik even, is het nou uw mening of het CDA's? Nou nee, dit is dus even een hele persoonlijke mening. Dus we hebben drie dimensies in die partij. Wat mij in het geheel daarin stoort, dat is tot het daar in één keer kwam van... Heel kort, want we hebben niet veel tijd meer. Nee, dat klopt. Dit moet het zijn, terwijl toch een kleine uitstalling... En ik ben het er helemaal over eens dat het geen verrommeling is. U bent voor een kleine uitstalling. Ik moet u helaas bedanken, meneer Blom, meneer Vermeer. De tijd is om. Ik wens u veel succes en mogelijk keer tot ziens.